Hij is hier al. Dames en heren, de eerste genomineerde is Romano Postema! Ja! Een timing die beter loopt dan menig klak. Elke bal die jij raakt wil richting doel. Je schiet ze er aan de lopende band in, hebt een neusje voor de goal. Jij bent een gevaar. Romano Postema was afgelopen maandag een van de 3 genomineerden voor de Sportstimuleringsprijs 2019 van de gemeente Groningen. De jonge spits had die avond met FC Groningen 2 met 5-0 gewonnen van SC Heerenveen 2 en meldde zich daarna meteen in Martini Plaza voor de uitreiking tijdens het Groninger Sportgala. Romano! Gefeliciteerd! Voor jou de bloemen en de check. De Sportstimuleringsprijs was niet de enige prijs die Postema in de wacht sleepte. FC Groningen 117, Sportclub van het jaar 2019. We hebben een fantastisch jaar gehad met onder 17. Ik denk dat iedereen dat wel weet. En de kampioenswedstrijd was een hele mooie wedstrijd, 5-2 tegen Ajax. Dus super mooie dag was dat. Ik kan me voorstellen als je kampioen wordt, dat was in mei, je dan niet meteen bedenkt van nou, we konden wel sportploeg van de provincie Groningen gaan worden. Eerlijk gezegd wist ik niet eens dat het gala er was. Dus dit was voor mij ook nieuw. Maar eerste keer op dit gala en 2 prijzen pakken. Dus, Het gebeurt niet vaak dat een sporter 2 prijzen op 1 gala wint. Dat is heel uniek. Nee, dat klopt. Ja. Wat is de volgende prijs die je wil gaan winnen? Misschien wel talent of sporten van het jaar. Ja, want het is een bijzondere avond geweest, want je moest eerst spelen. Ja, dat ging al goed. We hebben Heerenveen ingemaakt met 5-0. Dus kan niet beter. En ook nog 2 kunnen scoren. Dus supermooi. Ja, en toen gewisseld, want heel snel naar Martini Plaza voor de uitreiking? Ja, gewisseld, gelijk gedoucht en zo snel mogelijk hierheen. De Provinciale Sportprijs ging tijdens het Groningen Sportgala naar Arjen Robben. Robben kon zelf niet bij de uitreiking aanwezig zijn en dus nam vader Hans de prijs in ontvangst. Er was wel een videoboodschap. Ja, ik ben en blijf toch een echte Groninger. En als je dan een prijs mag, in ontvangst mag nemen voor een carrière die afgelopen zomer ten einde is gegaan. Waar ik ontzettend blij, gelukkig en heel trots op ben op deze carrière. En als dat dan enorm gewaardeerd wordt, dan ben ik heel dankbaar. Voor Romano Postema is Arjen Robben een groot voorbeeld. Ja, zeker. Als ik ten eerste zo'n mooie carrière als hem mag hebben, zou me al heel blij maken. En als ik dan ook nog deze prijs in ontvangst mag nemen over 19 jaar bijvoorbeeld, dan zou super mooi zijn. Dan heb je een hele mooie carrière gehad. Ja, zeker.